Hartelijk welkom bij weer een video over ijs maken. Het is nog steeds zomer, dus nog steeds ijstijd. Bovendien, ijstijd? Dat is lang geleden. Bovendien hebben we eind van de week een barbecue hier. En dan is het eigenlijk leuk om zelfgemaakt ijs te presenteren. Dit keer ga ik maken aardbeienijs. Je zult je wel afvragen, waarom maakt hij nou steeds video's over dat ijs maken? Nou, dat zal ik je vertellen, dat is eigenlijk best wel humoristisch. Ik zet alles in een bestand. Alle recepten die ik dan maak, zet ik in een bestand, zodat je het later terug kan vinden. En toch slaag ik er dan in om dat bestand kwijt te raken. Nou, het voordeel van video's maken hierover is dat ik altijd op mijn YouTube-kanaal in staat ben om die video terug te vinden waarin ik in dit geval dat aardbeienijs maak. We zijn net terug van vakantie. Het weer is nog niet geweldig. Maar toch tijd voor aardbeienijs. Voor aardbeienijs hebben we nodig 3 deciliter melk, 150 gram suiker, 2 eierdooiers, 250 gram aardbeien, maar dan ook echt al het groen van de aardbei afgehaald, dus de blaadjes en dergelijke, want je wilt eigenlijk geen blaadjes in je ijs hebben. Dat is eigenlijk niet zo bijzonder lekker. En het laatste wat we nodig hebben is 1,5 deciliter slagroom. Het is eigenlijk een beetje het basisrecept van al die roomijzen die ik tot nu toe gemaakt heb. En omdat ik er ook een beetje mee experimenteer en niet permanent iedere keer op het internet naar een recept wil zoeken, experimenteer ik met het ijs wat me gelukt is. Roomijs en op die roomijs variaties, zoals het kersenijs de vorige keer, het gewone vanille-roomijs en in dit geval het aardbeienijs. Of het gaat smaken weet ik nog niet, dat kan ik je zaterdag pas zeggen, want dan is die barbecue achter de rug, maar ik ga er vanuit van wel. Veel plezier bij het kijken naar het maken van aardbeienijs. Zo, aardbeien roomijs. Waar bestaat het uit? Eigenlijk is het een recept zoals u het al een heel klein beetje kent van eerdere recepten die ik gemaakt heb. 3 deciliter volle melk. 1,5 deciliter slagroom. 2 eierdooiers. Moet ze nog openen zoals je ziet. 250 gram aardbeien, waarbij het heel erg belangrijk is dat de aardbeien ontdaan zijn van de groene delen van de bladeren. Want je wilt natuurlijk in je ijs geen groene bladeren hebben zitten. Alhoewel, er zijn natuurlijk mensen die het wel lekker vinden. Ik vind het niet lekker. En last but not least, 150 gram suiker. Wat gaan we doen? We gaan beginnen met eierdooiers en de suiker tot een schuimige massa te maken. Dat is waar ik mee ga beginnen. Is met de eierdooiers. Ik moet even een bakje hebben, zodat ik zeg maar het eiwit kan opvangen. Mijn vrouw gebruikt dat altijd graag. En dus laat ik er dat ook doen. En ik pak ondertussen de bak waar dat allemaal in gaat. Dat is dit hier. Ik zal hem aan de andere kant zetten. Dan ziet u ook wat ik doe. Nou, dit was een beetje te enthousiast, vrees ik. Geen probleem. Pakken we nog een nieuwe ei bij. Beetje enthousiast dit. Nou, moet kunnen. Geen probleem. Pakken we gewoon een nieuwe ei. Zo. Ja, en dan gaan we even zorgen dat alleen het eigeel overblijft, de dooier. En die dooier die gaat in onze bak voor het schoonmaken, voor het tot schuim kloppen zo meteen. Pakken die andere. Same story. En ook bij deze doen we hetzelfde. Ondertussen even mijn handen schoonmaken. Zo. Zet dat eiwit eventjes weg. Dat kan mijn vrouw mooi gebruiken. Kan ze er weer iets lekkers van toveren. Mijn vrouw is kookprinsesje thuis. Ik ben meer het ijsprinsesje. Ik doe de suiker erbij alvast.
zet het bakje van de suiker alvast in het warme water, zodat dat zometeen schoongemaakt kan worden. En ik ga dit tot schuim kloppen. Ik moet altijd wel eens een stekker erin doen natuurlijk, anders werkt dat niet. En dan ben ik zo bij je terug als ik verder ga. Zo, zover zijn we nu. Dan kunnen we nu de melk gaan toevoegen. Dat is de volgende stap. Deze hier. Die gelijk in de vaatwasmodus zetten, zodat ik zo meteen direct kan afwassen. Ik heb altijd een hekel aan rommel. Even op zoek naar een garde. Dat is in dit huis altijd even zoeken geblazen. Die nu weer is gebleven. Nou. Nou, dan pakken we maar een lepel. Het is niet anders. Het is in ieder geval het doen dat we de zaken goed tot een geheel roeren. En dat doen we dan ook. Dus de melk met het schuimige mengsel van de suiker en de eierbuljes. En als dat zometeen klaar is, dan ga ik de aardbeien toevoegen. En dat geheel gaan we dan pureren. In de tussentijd doe ik even de mixer van de stroom af. Zo. Nou, de rest gaat met het pureren zometeen wel. De aardbeien gaan erin. Ook de aardbeienbak mag inmiddels even onder water alvast schoon worden gemaakt. En dan ga ik heel eventjes de pureerstaafmixer erbij pakken. Dat ga ik gelijk even doen. De staafmixer, moet ik hem even iets aan deze kant ophalen. Ik ga de lepel eruit halen. Even kijken. We proberen dat geheel een vloeibare massa, zodat de aardbeien opgegaan zijn in deze inmiddels paars-rooskleurige massa. Zolang ik nog delen zie, pureer ik nog even door. Nou, dit was hem. Gelijk ook even dit gedeelte van de staafmixer eraf halen, zodat dat schoongemaakt kan worden. Zo, staafmixer wegzetten. Gaan we de lepel er weer bij pakken. Want last but not least gaan we er de slagroom aan toevoegen. En dat geheel vermengen we natuurlijk weer. Slagroombakje weer om schoon te maken in de gootsteen. Dit geheel vermengen we. Ja, en volgens mij is het prima gepureerd zo. Ja, en dit was het eigenlijk alweer. Grotendeels. Want wat we nu gaan doen is natuurlijk de ijsmachine erbij halen. Die gaan we aanzetten. We vullen met dit mengsel. En vervolgens
kan die aan de gang. Ijsmengsel ziet er als volgt uit. En dat gaan we dan dus in die ijsmachine doen. Ik ga het er even bij halen. Ik zet even de video stop. Is die dan de Primo ijsmachine? Ik maak hem open. Even kijken of alles netjes schoon is. Ja, dat is het. De roerspatel erin. En ik ga hem op roeren aanzetten. En vervolgens gaan we de massa erin gieten. Zo. Er zit wat aan de volle kant. Dat biedt mij mooi de gelegenheid straks om te gaan proeven. En vervolgens ga ik hem op vriezen zetten. En nu is het wachten totdat het ijs klaar is. Ongeveer 3 kwartier. Nou, zoals je ziet. Het begint langzaam tot ijs te worden. Ik heb het nog niet geproefd. Even een kleine opmerking nog. Toen ik straks het mengsel in de ijsmachine deed. Toen zag je misschien dat het pureren toch nog niet 100% was. Er waren wat, wat aardbeienresten zeg maar, die daar nog in zaten. Nou, ik ga er even vanuit dat de machine dat opgelost heeft. Want ik kon dat op dat moment niet meer oplossen. Wat doet de machine? Er zit namelijk een schoeperrad in. En dat schoeperrad dat vermengt verder. En dat zal op dat moment natuurlijk ook dat aardbeienvlees, noemen ze dat volgens mij, dat aardbeienvlees nog verder klein slaan. Als het een beetje mee zit dus, is het ijs gewoon perfect ijs geworden. Ik kan je zeggen, het ruikt verrukkelijk. Maar dat kan je in de video niet laten zien. Kan het je ook niet laten proeven. Nou, ja, wie weet. Van de week zal het uitermate lekker gaan zijn, denk ik zo. Zo, daar was die dan. Het maken van aardbeienijs zoals gebruikelijk. Hooguit 1 minuutje of 10 werk. Alles bij elkaar, tenminste als je de garde kan vinden. Ja, dat gaat zo bij ons in huis af en toe. Ja, het maken van dat ijs duurt langer. Dat duurt 3 kwartier tot 1 uur in de machine. Dus het zou eens een beetje veel in dit keer. Het zou best wel eens kunnen zijn dat ik er straks wat uit moet halen. En dan kan ik dan lekker opeten. Miami, miami, miami. Ik weet niet of het lekker is. Vast en zeker wel natuurlijk. Dat ga ik wel vanuit. Ik hoop dat je het leuk vond. En tot de volgende keer bij een volgende video over ijs maken, 3D printen, CNC routen, chocolade, 3D printen. Bedenk het maar. Tot de volgende keer. Dag.